Elke vrijdag begeeft in Tetouan, de hoofdstad van het Spaanse protectoraat in Marokko, de godsdienstige heerser over dit gebied, kalif Moulay al-Hassan, zich naar de moskee om daar de door een evenoude traditie voorgeschreven gebeden te zeggen. Troepen van zijn lijfgarde begeleiden hem op zijn tocht door de straten. Bij de ingang van de moskee wordt de kalif met eerbewijzen ontvangen. Na de bidstond keert de kalif langs dezelfde route naar zijn paleis terug. Om deze tocht te kunnen gadeslaan onderbreken vele gelovigen van Tetouan elke vrijdag weer hun dagelijkse werkzaamheden.